Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Chrissy hier, Books of Chris. En ik heb vandaag mijn sportoutfit aan, want we gaan niet sporten. Maar ik ga wel een marathon doen, een leesmarathon, een reading vlog, zeg maar. Ik ga samen met mijn Bookstab buddies gaan we vandaag lekker veel lezen de hele dag. Dus ik had bedacht, ik neem jullie vandaag gewoon lekker mee. Ik laat zien wat ik ga doen, wat ik ga lezen. Ik ga erover kletsen. En ondertussen zal ik wat sfeerbeelden maken over hoe mijn dag eruit ziet. Eigenlijk is het dus gewoon een weekleesvlog, maar dan in één dag. Dus dan zie je net iets meer van mijn dag. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ga lekker mee. Want ik ga eerst naar de supermarkt toe. En dan ga ik eventjes wat lekkers halen voor vandaag. Ik ga eventjes wat ontbijt halen, want het is net 9 uur geweest. De winkel is net open. En dan gaan we er gewoon een leuke dag van maken. Ik kom straks terug met de update welke boek ik wil gaan lezen. En hoe mijn dag er verder uit gaat zien. Maar in ieder geval, eerst heb ik honger en eerst wil ik eten. Dus, tot zo! Daar ben ik weer. Ik heb een shitload aan eten gehaald. Veel te veel überhaupt. Maar goed, daar kan ik de komende dagen ook nog wel mee doen. Ik dacht even watermeloen en druifjes nog als tegenhanger van al het ongezonde. Maar ja, ik kon het niet laten. Tip, ga niet met honger naar de supermarkt. Want ik heb voor 30 euro eigenlijk alleen maar ongezond eten gekocht. Maar goed. En nootjes. Ik heb eindelijk mijn nootjes. Die ga ik in mijn bakje doen om nootjes te eten. Eindelijk. Maar het is onwijs lekker weer. Ik had me iets verkeken op hoe warm het nu al is. Volgens mij gaat het zelfs 26 graden worden vandaag. Dus ik denk dat ik voornamelijk buiten ga zitten. Als het buiten te warm wordt, dan ga ik wel naar binnen toe. Ik zal me eventjes insmeren straks. En even andere kleren aantrekken. Want dit is
toch wel te warm. Een sportoutfit die gaat uit en ik denk dat het een jurkje gaat worden. Maar goed, in ieder geval, wat ik wil gaan lezen. Ik ga straks als eerste beginnen in Zonnige Dagen in het Duincafé. Want die ga ik buddyreaden met Anouk van Knus Lezen. En ja, we hebben gewoon hele kleine stukjes gedaan, zodat we lekker vaak even kunnen kletsen. En vandaag moet ik dit stukje lezen. En dat is tot bladzijde 65. Dus dit lees ik zo in een uurtje uit, denk ik. Ongeveer een uurtje. Nu gaan we om 10 uur beginnen met een reading sprint van een uurtje. Dus ik hoop dat ik dat net eventjes in die reading sprint gaat lukken. Dan heb ik dat in ieder geval vast uit. En dan kan ik eindelijk verder in het oordeel van de wolf. Ik heb natuurlijk nu al 3 dagen niet gelezen. Dus ik moet eventjes weer denken waar het ook weer over ging. Ik ben daar op pagina 185. En ja, mijn doel voor vandaag. Ik wil doorgaan gewoon tot 1 uur of 10 s'avonds, denk ik. Wel met pauzes natuurlijk, want ik kan niet echt de hele tijd lezen. Ik denk dat het niet realistisch is om hem uit te lezen, want hij heeft 600 pagina's. Dat betekent dat ik nog 415 pagina's moet gaan lezen, plus nog 65 daarvan. Ja, nee, ik lees gewoon niet zo super snel. Ik lees eigenlijk gewoon op het tempo als ik nu praat. Dus ja, ik weet dat mensen veel sneller lezen. Ik niet, want dan neem ik de informatie niet zo goed in me op. En vooral bij een boek als dit is het gewoon belangrijk om eventjes goed te weten wat er allemaal gebeurt. Want anders dan snap je er niet zoveel meer van. Dus ik ga gewoon lekker op mijn eigen tempo lezen. Ik denk dat ik gewoon als doel zet dat ik minimaal bij pagina... Ja, ik zou zeggen minimaal 500. Maar ja, als ik minimaal bij 500 kom, dan kan ik net zo goed eventjes doorlezen en die laatste 100 pagina's ook nog doen, dan is hij uit. Maar als ik zie dat ik dit ga lezen vandaag, het zijn ook wel relatief kleine letters met nog wel redelijk veel tekst. Als je, weet je, gewoon... Dus ik weet niet of het realistisch is om het boek uit te lezen. Ik ga het wel proberen, laten we het zo zeggen. Het is een readathon, hè? Een marathon moet je ook een beetje je best doen. Ik ga het gewoon proberen, maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Want ik heb tussendoor ook altijd eventjes een beetje beweging nodig, een beetje afleiding nodig. Dus ik denk dat ik tussendoor ook nog eventjes een wandeling ga maken of eventjes een klein beetje in het huishouden ga doen. Even een wasje draaien of de was opvouwen moet ook nog gebeuren. En ik heb daar een hele berg kleding liggen. Dat kan ook nog even opgevouwen worden. Dus ik denk dat ik tussendoor ook nog even verder ga luisteren in Gegijzeld. Die ga ik niet afkrijgen, want ik ben niet van plan om alleen maar luisterboeken te luisteren vandaag. Maar Gegijzeld moet ik nog ongeveer 4 uur van. Dus nou ja, laten we zeggen dat ik daar ook 1 uurtje van luister. Half uurtje wandelen, half uurtje even de was doen. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Dus dat zijn in ieder geval mijn leesplannen voor vandaag. En ik ga eventjes eten maken en ik neem jullie vandaag gewoon mee. Dus tot zo. De sprint zit ondertussen op. We hebben van 10 tot 11 eventjes een uurtje reading sprint gedaan. Mijn goal was om tot pagina 65 te komen bij de eerste mijlpaal van mijn buddy read in Zonnige Dagen in het Duincafé. Dat is gelukt. Ik was echt om 3 voor 11 of zo was ik klaar. Dus ik dacht, nou, chill, dan weet ik ook meteen hoeveel pagina's ik in een uur lees. Rond de 60 dus. Ja, je begint natuurlijk niet op pagina
1, hè? Je begint op pagina 7. Dus ja, ongeveer 60 pagina's per uur vind ik nog wel redelijk netjes. De eerste indruk van het boek is leuk. Ik hou van de Duincafé-serie. Ik vond ze natuurlijk wel elke keer iets minder worden. Maar ja, dit boek gaat dus weer over een nieuw personage. Dus als ik het hierover ga hebben, zullen er ook niet zoveel spoilers in zitten. Dit deel gaat over Willow. En Willow werkt in het Duincafé. En zij is een beetje een excentriek meisje met roze haren en een Minions panty en zo. En de Dr. Martens. En nou ja, een fantastische meid. En je leest nu vanuit haar perspectief. Dus echt ik perspectief. En ik vind het zo leuk. Het is echt... Ze is een hele leuke, grappige meid. Ze heeft humor. Hoe zij in het leven staat is heel mooi. De band die zij met de moeder heeft is heel bijzonder natuurlijk. Daar ga ik ook niet al te veel over zeggen. Want daar moet je zelf maar achterkomen als je ooit de Duincafé-serie wil gaan lezen. Maar tot nu toe positief. Dus denk ik wel weer heel erg voorspelbaar. Maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij het Duincafé. Want juist de magie van het Duincafé en het dorpje Budbury, waar zij dus allemaal wonen. Dat is eigenlijk een beetje een soort van, er staat in het boek ook, van het lijkt wel alsof ze een beetje op zo'n leylijn zitten waar allemaal knappe vrijgezelle mensen komen en dan samenkomen, zeg maar. Dus ja, dat weet je natuurlijk wel. Maar dan nog, ik vind het heel verfrissend om nu vanuit haar perspectief te lezen. Ook omdat ik haar in eerdere boeken ook gewoon een heel leuk personage vond. Maar daar was zij heel erg op de achtergrond. Dus ja, tot nu toe super positief. Ik heb net eventjes de was erin gedaan. Dan kan ik eventjes weer zo een uurtje gaan lezen. En als dat klaar is, kan ik de was eruit halen. Maar ik heb nog was hangen van 3 dagen geleden. Wat ik eigenlijk ook nog eerst even op moet vouwen. Dus ja, dat doe ik straks wel. Ik ga denk ik gewoon meteen eventjes verder lezen. En dan ga ik verder in het oordeel van de wolf. En ik zal hem er eventjes bij pakken. Want ik moet mezelf echt even doelen gaan stellen vandaag. Want anders dan wordt het echt 10 keer niks. Je ziet hier echt die ringlight in de... Maar even kijken. Als ik mijzelf nou tot doel stel dat ik tot dat zwarte puntje ga en dat ik dan weer mag stoppen. Dat vind ik misschien wel een goeie. Want dat zwarte stuk, dan begint dus deel 2 zeg maar, van het boek. En dat is op pagina 263. Dus dat betekent dat ik ongeveer 80 bladzijden moet lezen. Dat moet wel lukken, denk ik. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik ga nog eventjes een beetje eten, want ik kon natuurlijk net mijn eten niet helemaal opeten. Even weer naar binnen toe. Het waait een beetje. Het is op zich, het gaat straks warm worden hoor. Maar het is nu nog schaduw op mijn balkon. Dus ik vond het toch nog wel redelijk fris. En ik heb natuurlijk mijn jurkje alvast aangedaan. Dus ik ga mijn eten eventjes verder opeten. En dan ga ik denk ik gewoon daar verder in lezen. En dan kan ik daarna eventjes pauze houden. En dus noods mijn koptelefoon opzetten of niet. Ligt eraan of ik daar zin in heb of niet. En dan de was eventjes doen. Dus dat ga ik doen. Tot straks. Zo, ik heb net even een stukje gelezen. Ik ben er bijna. Maar ik dacht, ik moet nu eventjes stoppen. Want we gaan over een half uurtje, is het 1 uur. En dan gaan we onze tweede reading sprint doen. En dan gaan we tegelijkertijd ook video bellen, zeg maar. Dat we elkaar in ieder geval zien op scherm. En geluid wel uit. Anders dan raak je natuurlijk keierg afgeleid door de anderen. Maar en dan daarna even kletsen. Dus ik ga nu, ik hoor dat de wasmachine nog aan het draaien is. Ik denk dat die bijna klaar is. Dus ik ga in ieder geval nu eventjes de was die er nog staat opvouwen. Want het is een beetje een troep. Dus ik denk dat ik daar vast mee ga beginnen. Ik ga niet mijn luisterboek opzetten.
Want dan zit ik echt te veel in verschillende dingen. Maar ik ga in ieder geval wel dit eventjes opruimen. En dan om 1 uur beginnen met de tweede leesprint. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke lekker. Dus ik heb er wel vertrouwen in voor vandaag. Nou, het is ondertussen 2:30. Ik heb net weer eventjes een uurtje readingsprint gedaan met de Bookstabberies. En het was zo leuk. We gingen videobellen. Dus we deden gewoon via WhatsApp. Gingen we allemaal videobellen. Ik kon er dus helaas niet over vloggen, want ik vlog dit op mijn telefoon. Dat is wel jammer. Maar ik zal wel even een screenshot hiernaast zetten. Want we hadden dus allemaal gewoon ons eigen boek wat we aan het lezen waren. Toevallig waren Kimberly en ik hetzelfde boek aan het lezen, maar zijn we ergens anders in het verhaal. En ik heb gewoon mijn telefoon op mijn tripod neergezet en we gingen gewoon een uur lezen. En dan zijn we eigenlijk gewoon samen, maar gewoon een uurtje aan het lezen. En ik vond het echt heel erg leuk om te doen. We gaan het straks nog een keertje doen. Ik heb een stukje gelezen weer in het Oordeel van de Wolf. En ik ben ondertussen op de helft, maar ik ben wel net voorbij dat zwarte stukje waar het tweede deel van het boek begint. En precies toen het uur voorbij was, gebeurde er echt iets heel ergs. En we weten natuurlijk dat Leigh Bardugo een beetje is zoals Sarah Maas. En die gooit er af en toe iets in wat je niet wil en waarvan je hart gaat breken. En ik vind het echt heel erg. En ik dacht van ja, die buddy zie mij op film. En ik dacht niet huilen, niet huilen, niet huilen. Maar het was echt heel erg heftig. Dus ik ga gewoon zo verder lezen. Dus ik ben ook eigenlijk wel midden in het hoofdstuk gestopt. Wel bij zo'n. Ja, oh ja, ik kan het niet laten zien, want er staat een spoor in. Maar wel bij zo'n alinea stukje, zeg maar. Dat wel. Maar ik ga ze verder lezen. We hebben afgesproken dat we om 3 uur nog een keertje gaan. Het is nu 2:30. Dus ik neem eventjes een half uurtje pauze. Dan ga ik gewoon even lekker door mijn Insta heen scrollen. Eventjes een paar dingetjes opruimen. En ja, dat. Dus ik ga even kijken of ik straks er weer kan filmen. Want ik weet niet of we straks weer gaan videobellen of niet. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om het op die manier te doen. Want zo ben je toch samen. En toch ook wel weer alleen. En ondertussen, je ziet die andere meiden ook gewoon lezen. Dus als ik dan even afgeleid ben, dan denk ik, oh ja, lezen. En dan kan ik natuurlijk niet mijn telefoon pakken om andere dingen te gaan doen. Dus ik heb daardoor best wel wat gelezen. Ik ben er ook wel achter gekomen dat ik wel een redelijk langzame lezer ben. Want Kimberly en ik lezen dus in hetzelfde boek. Zij heeft bijna het dubbele aantal pagina's gelezen dan wat ik heb gelezen. Dus ja, zij leest heel snel en ik lees gewoon extra langzaam, denk ik of zo. Maar goed, ik ben heel erg van aan het genieten. En ja, we gaan gewoon weer door. Ik ga even kijken wat ik ga doen nu in dit half uurtje. En tot straks. Ondertussen is het 5:30 alweer. We hebben net de derde leesprint gehad. Ja, de derde alweer. En nu waren we eventjes met wat minder. Nu was ik alleen met Laura en met Pamela. En als het goed is, komen de dingen van deze readathon ook terug bij Laura in de vlog. Laura heeft namelijk sinds 2 weken, denk ik. Ook een BookTube-kanaal. Dus mocht je haar graag willen volgen, dan kan je kijken op Mijn Klein Boekenpaleis. Zet ik hieronder eventjes neer en in de beschrijving.
En zij maakt tegenwoordig ook weekvlogs en leesvlogs. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je natuurlijk ook bij haar kijken. En ja, we hebben net met z'n drieën eventjes een sprintje gedaan en daarna eventjes nagekletst. En ja, het is super leuk, want Laura is nu Akotar aan het lezen. En ja, ik weet natuurlijk hoe dat gaat. En voor de mensen die Akotar gelezen hebben, die begrijpen denk ik wel dat het soms best wel grappig is om te horen wat iemands mening is over Akotar dat diegene voor de eerste keer leest. Dus daar geniet ik wel van. Tegen de tijd dat Laura dit ziet, heeft ze hem al uit en snapt ze misschien ook wel wat ik bedoel, hopelijk. Maar goed, over mijn eigen boek. Ik ben best wel een stuk verder gekomen in Het Oordeel van de Wolf. Ik ben nu op pagina 400, dus ik hoef nog maar 200 pagina's. Dus eigenlijk loop ik best wel lekker op dreef. Ik ben best wel lekker op dreef of ik loop op schema, dat wilde ik zeggen. Dus misschien gaat hij nog wel uitkomen vandaag. Ik had voor vandaag pizza gehaald, maar ik heb geen honger. Ik heb al stokbrood gegeten en ik heb ook nog stokbrood over. Ik heb al druiven gegeten, ik heb nootjes gegeten. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik ben gewoon een beetje aan het snaaien vandaag. Dus ik denk dat ik die pizza gewoon lekker in de vriezer laat liggen. En dan ga ik gewoon het stokbrood denk ik zo eventjes opmaken. Want dat is ook zonde als ik daarvan nog een stuk moet weggooien. Dus dat ga ik zo eventjes eten. En wij gaan tussen 8 en 9. Gaan we nog een vierde leesprint doen. En ik denk dat ik daarna stop. Tenzij ik nog maar een heel klein stukje hoef en hem dan uit wil lezen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. In ieder geval ga ik dus nog gewoon lekker door. Ik wil eigenlijk wel wat meer sfeerbeelden erin doen. Maar ik denk steeds, ja, wat moet ik doen? Want ik zit op mijn balkon. Ik zit in die hangstoel een beetje te hangen, te schommelen. En ondertussen lees ik en ik eet wat. En ja, dat hebben jullie ondertussen al wel gezien. Ik kan eventjes gaan wandelen en een luisterboek luisteren. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te wandelen. Ik ben gewoon een beetje lui vandaag. Ik kan het huis een beetje verder gaan opruimen. Maar daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. En ja, daar zit je denk ik ook niet op te wachten. Dus ik ben even aan het denken. Wat kan ik doen om het voor jullie nog wat leuker te maken? Ik denk niet zo heel veel. Dus dan moeten jullie het maar gewoon hiermee doen. Af en toe een beetje kletsen. En dan laat ik weten wat ik ervan vind. Gewoon een week leesvlog, maar dan één dag, omdat ik veel ga lezen. Oh ja, en trouwens, in mijn boek, ik vond het een beetje, moet ik wel vertellen wat ik erover vind natuurlijk. Ik vond het een beetje, tot nu toe, het is echt veel politiek, veel oorlogsvoering, veel voorbereidingen voor oorlogsvoering. En ik vind het soms een beetje too much. Ik ben natuurlijk nu al over de helft, ver over de helft. En het is een beetje te veel van het goede, vind ik soms. Dan dreiging van die kant, dreiging van die kant. En dan weer bondjes met die en bondjes met die. En dan weer bekijk je het weer vanuit dat perspectief. En dan weer vanuit daar en dan weer daar. En dan komt er weer een nieuwe bij en dan vanuit daar. Dus ik voel hem niet helemaal zoals ik het vorige voelde. Maar ze zijn nu... Ik weet niet of ik kan zeggen waar ze zijn. Jawel, ik kan wel zeggen waar ze zijn, want dat spoelt niks. Ze zijn nu in Ketterdam! En dat is echt een van mijn favoriete fictieve plaatsen. En daar wonen mijn favoriete personages. Dus die zijn weer eventjes terug. En daar ben ik super happy mee. Dus ik hoop dat die nog eventjes blijven. Want die maken het boek voor mij op dit moment eventjes wat leuker. Verder, het is echt geen slecht boek. Het is fantastisch geschreven. Het zit steengoed in elkaar. Maar het is iets te veel politiek. Iets te veel too much, denk ik. Maar goed, ik ga eventjes nog een half uurtje verder lezen, denk ik. Dan ga ik daarna eventjes wat te eten pakken. En ik denk dat ik tijdens het eten gewoon even een B&B vol liefde ga kijken. Want daar loop ik ook weer een paar afleveringen bij achter. Dus ja, en ondertussen eventjes hoi zeggen tegen Pino. Ik heb mijn handdoeken niet opgeruimd die ik had opgevouwen vandaag. En Pino heeft het nu geconfiskeerd als bed. Een Vino baby?
Zo, het is ondertussen 8 uur. Ik heb net even lekker een bakje watermeloen gemaakt. Ik denk als tegenhanger van al die ongezonde troep die ik vandaag aan het eten ben. En ik ben eventjes B&B vol liefde aan het kijken tijdens het eten. Wacht er nog eventjes op een paar van de meiden die nog aan het eten zijn. En dan gaan we zo de laatste leesprint doen. En ik denk dat ik daarna ook stop. Ik ben nu volgens mij op pagina 420 of zo. Dus ik ga hem niet uitkrijgen vandaag, denk ik. Ja, ligt eraan. Nee, ik lees ongeveer 60 pagina's straks tijdens dat uurtje sprint. Dus ik denk dat ik daarna gewoon stop. En dan lees ik hem gewoon morgen of zo uit. Maar goed, eerst eventjes mijn meloen eten. En nog even wachten, even B&B van liefde afkijken. En dan gaan we zo weer door. Straks doet Jacob zijn best de tijd te keren. Ik heb vandaag een hele leuke verrassing voor de dames. Oh, kut. Wordt Jeroen om een boodschap gestuurd? Oh, ja, nee. Ik ga heel vervelend zijn. Wie vind je niet waar je bent? Oké. Ik weet überhaupt niet of dit mag in een vlog. Maar ik ga stuk om dit. Oké, wacht, kijk hè. Kijk wat hier gebeurt. Oh, kut. Ik heb een verrassing voor jullie. Jij gaat surfen. Ik wil jullie een windsurfles gaan geven. Heb je er zin in? Ja. Ja? Maar ik vind het wel leuk om te kijken. Oké, nou, ik ga echt stuk hierom. Ik heb ook nog kijk, daar staan we ze. Op de kamer zit in het water misschien. Oh, dat kan echt niet hoor. Nee, jongens. Echt, dit programma. Dit kan gewoon niet echt zijn. Dit kan niet. Oké, het is ondertussen net 10 uur geweest. En ja, ik hou ermee op voor vandaag. Ik heb het oordeel van de wolf helaas nog niet uit. Ik moet dit stukje nog. Dat zijn iets meer dan 100 pagina's nog. 120 pagina's ongeveer. Maar nee, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik merkte net bij de laatste reading sprint dat mijn concentratie toch wel een beetje weggaat. Ik heb echt best wel veel en lang gelezen. En na de laatste reading sprint hebben we nog eventjes lekker met elkaar lopen kletsen over alle boeken. Dus dat was sowieso heel leuk. En ja, nu heb ik gewoon zoiets van, ik wil douchen. Ik wil B&B voor liefde even verder kijken. En dan ga ik lekker naar bed zo. Maar ik vind het wel echt een hele geslaagde dag. Ik heb uiteindelijk niet geluisterd, een luisterboek. Ik heb ook niet gewandeld. En ook niet zoveel in huis gedaan. Maar ja, het was ook gewoon een lekker me-time readathon dagje. Dus dat hoeft ook niet per se. Ik heb mijn buddyread stuk gelezen in Zonnige Dagen in het Duincafé. Daar heb ik dus 65 pagina's van gelezen. Dat ging echt keisnel. Dat las ik echt in een uurtje las ik dat weg. En Het Oordeel van de Wolf las natuurlijk iets minder snel. Maar ik ben daarop begonnen op pagina 185. En ik ben nu op 465. Dus dat zijn toch bijna 300 pagina's die ik heb gelezen daarin. En als je kijkt dat het gewoon een boek is met wel wat kleinere letters, dan vind ik dat voor mijn doen toch best wel veel. Want meestal lees ik gemiddeld 60 tot 100 pagina's per dag. Dus wat dat betreft, ik ben heerlijk opgeschoten. Ik zat ook helemaal in het verhaal. Ja, ik weet niet of ik dit nou net tegen Kimberly heb gezegd of dat ik het al eerder in de vlog heb gezegd. Maar ik vind het een heel tof boek. Het is echt een fantastisch goed geschreven boek. Daarover die schrijfstijl en hoe het in elkaar zit, kan je echt niks qua kritiek op aanmerken. Alleen, het is aan de ene kant een beetje too much, als in je krijgt too much informatie over oorlogsvoering en dergelijke. En aan de andere kant mis ik wat. Ik mis wat spanning die bijvoorbeeld in Six of Crows zat. Dat je de hele tijd dacht van, oh, er gaat iets gebeuren. Oh, er gaat iets gebeuren. En nu denk je, ja, er gaat oorlog komen, maar gaat er nog oorlog komen? Dus ik vind hem tot nu toe, denk ik, daarom iets minder dan het vorige deel. Maar goed, moet er nog een stukje. Hè? En Leigh Bardugo kennende kan daar nog echt wel een hele hoop gebeuren. Dus ja, ik heb eigenlijk een superleuke dag gehad. Ik ben natuurlijk vanochtend vroeg begonnen. Toen heb ik lekker even boodschappen gehaald. Nou, ik heb uiteindelijk 3/4 van het eten niet eens gegeten. Ik heb ook niet eens avond gegeten. Ja, stokbrood. Mijn stokbrood is wel op trouwens. Die heb ik nog wel opgegeten. Maar verder
ook niet, omdat ja, ik was gewoon een beetje aan het snaaien af en toe. Ja, toen heb ik dus zondag dagen in het duikcafé gelezen met de reading sprint. Daarna hebben we nog 3 keer een reading sprint gedaan. Ik in ieder geval in het oordeel van de wolf. Lekker gekletst met elkaar, geappt, via videochat, lekker gekletst. Dus ik vond het een hele geslaagde dag. Ik denk dat we dit wel vaker gaan doen. Of dat ik het gewoon vaker met iemand samen ga lezen. En dan via videobellen gewoon geluid muten. En dan allebei of met meerdere gewoon aan het lezen ben. Het is goed voor je concentratie. Want je kan niet op je telefoon kijken. Want je bent aan het bellen met je telefoon, zeg maar. Het is ook nog eens gezellig. Want op een gegeven moment, toen zei ik tegen Kimberly, ja, er gaat in het boek wat gebeuren. En toen was ze er. En dan hoor je ineens, dan zijn we gemute. En dan hoor je ineens, ik ben er! En dan heb je het daar tussendoor gewoon eventjes kort over. Dus nee, dit was zeker voor herhaling vatbaar. Ik ga hem dus ook bij deze ga ik hem afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat hieronder eventjes weten wat je ervan vond. Of je een van deze 2 boeken al hebt gelezen of heel graag wil gaan lezen. Of wat jij natuurlijk nu aan het lezen bent. En dan zie ik jullie gewoon volgende week weer bij een nieuwe leesvlog. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Doei!